dat, die combinatie dat, met een enorme netwerk van Zeki Baran, dat je ook weer een hele nieuwe zoektocht kunt opstarten in die Turkse gemeenschap en de Marokkaanse gemeenschap. En ik denk dat dat heel erg van belang kan. Ik ga met smaak lezen. Ik wil ook Wim Spierings van harte feliciteren met zo'n mooi initiatief. Het is natuurlijk geweldig als zo'n initiatief gewoon bij medewerkers zelf vandaan komt en dan zo'n geweldig resultaat oplevert. Dus ik sluit aan bij de woorden van de uitgever. Ik moet aanbieden aan Wim Spierings, een van de directeuren van Texas Jeugdlijn. Texas Jeugdlijn is voor ons hartstikke belangrijk geweest. Wim, dat weet je wel. Af en toe consulteren we je wel over de gang van zaken. Dus ik ben een buitenstaander, maar langzamerhand ben ik ook Texas Jeugdlijn als de bakkermat. Daar de basis die we gezegd gaan voeren voor het schrijven van dit boek. Heel veel dank aan jou. Via jou aan alle medewerkers voor jullie medewerking. Dit is het boek voor jou. Ik heb al de buitenkant gezien en dat beloof ik al wat. Dus ik hou nog even een afstand van dit moment. Ik ben blij en ik ben ook vereerd dat ik dit mooie boekje in ontvangst mag nemen. Blij, omdat ieder initiatief dat aandacht vraagt voor pleegzorg wel dan de stap zet om informatie in te winnen. Dus in die zin is het altijd belangrijk, ieder persbericht, ieder contact kan leiden tot meer pleeggezinnen. Ik ben ook vereerd, omdat ik slechts een kleine schakel heb. Ik heb enorm getroffen door de titel en die zegt eigenlijk al meteen dat helpen van kinderen, dat er niet alleen maar liefde bij de autografie is. En nog geen inrichtingsgekeerd. Wat ik prachtig vond was dat dit kind, dat deze uitspraak doet. We hebben zitten in de hoop dat ze geld zouden geven. Zolang we het boek in eigen beheer wilden uitgeven, dat geld kan gewoon helemaal niet. Maar we willen ze toch bedanken, want zonder het feit, zonder dat geld, moesten we na verloop van tijd wel omzien naar een uitgever. En ik moet zeggen, dat boek is er alleen maar beter van geworden. Stichting Kinderpostzegels Nederland, het werd net al gezegd, heeft met een grote financiële bijdrage het mogelijk gemaakt dat het boek nu voor een aantrekkelijke prijs in de winkel ligt. Nodilia van Manen, bedankt je hartelijk daarvoor namens Kinderpostzegels Nederland. Van groot belang voor de waarde zijn, dat zullen jullie straks zien. Dank daarvoor. Zo leuk! Domuz eti yiyebilir ama ben bu çocukların domuz eti yemesinden veyahut da işte kiliseye gitmesi yerine camiye gitmesinden yana tavır koyduğum için en azından ilk aşamada bunların Müslümanların oluşturduğu bir yuvada bakılıp daha sonra yani o şeylere kalıyorlar. Bir hedef olarak neye bir amaç bundan sonra bu konuda tesadüf olarak kesin net olarak yapacağımız ve yapmayı planladığımız projelerimiz, programlarımız var. Evet. Şimdi biz iki ay önce belediye başkan yardımcısıyla bu konuda görüştüğümüzde kendisine şunu önerdik. Dedik ki, bak bu koruyucu aile konusunda bilhassa Türk toplumunun fazla bilgisi yok. Olanlar da kötü tecrübesi var. Onun için bir şekilde bu insanlara ulaşılması lazım. Bu konuda bir platform oluşturulabilir. Bir önce söylediğim şeyi bugün, bu kitabın burada tanıtılacağı gün bir hafta önce şey yapmış. Hatırlayınca benim böyle konuştuğumu, işte çalışanlarına Zeki Baran'ı çağırın demiş. Mutlaka oraya davet edin. Ben de onu orada dile getirmem. Türk ve Fars tarihleri
bir şekilde ulaşılması gerektiğini söylüyor. Çünkü belediye başkanının yardımcısının söylediği şu: İhtiyaç olan çocuk sahibi, Müslüman çocuk sayısı, bu konuyu hem sizin yolunuzla, hem üyelerimiz, derneklerimiz yoluyla insanlara anlatmak, bizim derdimiz bu. Bu konuda da sorumluluk sahibi olmak. Eğer bu ülke bizimse, biz bu ülkede yaşıyorsak, bu ülkedeki bazı bu tür şeylerin ucundan tutmamız lazım. Çünkü bu toplum bizim toplumumuz, Türk toplumu. 400 bin kişi, 400 bin tane her Türk'ün saçının telinden ben kendimi sorumlu hissediyorum. Koruyucu aile, Türklerde ne yazık ki şu an bu bilinç bizim Türkiye ailelerinde yerleşmemiş. Bakıma muhtaç çocuklar, gerçekten yani anneleri babalar tarafından bakılmayan çocuklarınız, bakıcı aile arıyor ya da onları koruyacak herhangi bir kurum kuruluş şu an ihtiyacı var. Bugünkü toplantının amacı, Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı ve daima güven üyesi Diyon'un koruyucu aile konusundaki bilgilendirme toplantısı. Hollanda'da 1765 çocuk şu an koruyucu ailenin koruması altındalar. Fakat 400 bin Türk'ün yaşadığı Hollanda'da sadece 5-6 tane Türk koruyucu aile durumunda. Ama yüzlerce Türk çocuğu arada perişan olmuş durumdalar. Onun için amaç Türk velilerinin de Türk ailelerinde koruyucu aile statüsüne geçmesi. Ve daha sonra biliyor musunuz? Tamam.